Hoe kunnen we data tastbaar of begrijpbaar maken voor de mensen? Het project wat je hier achter ziet, dat hebben we voor Philips gerealiseerd. Bij ons heet het Lapon. Een knuffel die bij een kind in bed gelegd kan worden en eigenlijk de babyfoon vervangt. En op de display die je in de woonkamer zou kunnen zetten, zie je de verhouding tussen beweging en geluid. Zijn ze heel onrustig in de nacht, hebben ze veel gehuild. Dat je eigenlijk in één grote strook aan visuele data kun je eigenlijk meteen eens aflezen. Dus enerzijds is dat programmeergedeelte, van hoe kun je sensoren uitlezen, hoe kun je die vangen, hoe kun je die opslaan. Maar ook hoe kun je daar visualisaties van maken of fysieke producten van maken. Nou ja, ik denk als je goed om je heen kijkt dat eigenlijk alles data is. Hoe geavanceerder de algoritmes worden waar we mee kunnen gaan werken, hoe beter we ons leven kunnen vermakkelijken, maar ook kunnen verbeteren. Met data kun je eigenlijk twee kanten op. Je kunt vanuit een dataset proberen te komen tot een datajournalistiek verhaal. Of je kunt data zo zien vorm te geven dat je daar zelf verhalen uit kunt filteren. Dus we pakken het verhaal van Romeo en Juliet van Shakespeare en ontdek daar data in waarmee je verhalen kunt gaan vertellen. We kunnen zeg maar meer data gaan vergaren, maar ook veel meer gaan onderzoeken van oké, hoe kunnen we die visuele data representatie verder verbeteren.